Welkom bij deze Bitcoin update en in deze video bespreking eigenlijk alleen kort hoe Bitcoin ervoor staat. We hebben een run naar 50.000, zelfs er een stuk overheen gehad. Nou, we wisten in ieder geval dat daar een hoop short orders lagen rond die $50.000. En nou, daardoor zijn we ook gaan zakken. Maar we zijn eigenlijk nog steeds zwaar uptrending zoals je ziet. Inmiddels... heeft Bitcoin zich alweer redelijk hersteld ten opzichte van de prijs van gisteren. Als je kijkt over de gehele linie van de dag, is het maar een aantal procenten verschil. Dat ontloopt elkaar bijna niet zoveel meer. Als we echter kijken naar wat we vandaag qua prijs hebben gezien, is er een bijna $3000 verschil in de high en de low. Dus dat is interessant om te zien. Maar waar gaan we nu verder naar kijken? Want persoonlijk ben ik nog steeds ontzettend bullish op Bitcoin. En ik denk nog steeds dat we naar boven uit gaan breken in deze dagen. Ik denk ook dat je nu alleen maar omhoog kan gaan kijken. Het zou wel eens gek kunnen gaan doen aankomende weken. En dat we zomaar eens niet bij 50.000, maar misschien wel op een 70k gaan stoppen. Voor Bitcoin. Dat is een hele bijzondere voorspelling. Ik zeg niet dat we dat gaan halen. Maar ik denk dat we in ieder geval richting 57.000, 60.000 echt wel goed mogelijk moeten zijn. En vanaf daar is het verder kijken. Ik denk dat we misschien wel een run zoals dit gaan krijgen. Zoals we dat eigenlijk in januari hebben gezien. Dus een nieuwe run hier naartoe. En dat zou me absoluut niet verbazen. Want Bitcoin is nu eenmaal bullish. Waar zijn we dan vandaag geëindigd? We hebben natuurlijk een drop gehad rond etenstijd. En we zien ook dat dat precies op die daily open is. Terugtesten. We zijn hier gereject op die $50.000 grens. Zoals je ziet. Eerste keer aangetikt, tweede keer er doorheen. En als we er nu weer naartoe gaan, dan verwacht ik dat we dit gaan doen. En verder omhoog en uit deze upward trend channel gaan breken. Dat is in ieder geval wat ik denk dat er gaat gebeuren. Je kan het ook ontzettend goed zien. Omhoog, naar beneden, omhoog, naar beneden, omhoog, naar beneden. En dan wellicht omhoog. Dat is in ieder geval het... hetgeen waarvan ik denk dat het wellicht gaat gebeuren. Dus dit zou zomaar eens je channel kunnen zijn. En dus dat we ergens hier misschien wel staan. Zoiets in dit gedeelte even grofweg getekend. Dus het zou me niet verbazen dat we ergens... die kant uiteindelijk opgaan. Ja, we kunnen zeker naar beneden. Maar ik verwacht eigenlijk dat we niet een extreme dump gaan maken zoals we terug hier naartoe gaan. Dat zou eigenlijk de complete bullish structuur op dit lagere tijdsframe dan teniet doen. En dan moeten ze eigenlijk weer opnieuw beginnen. Dus ik verwacht nu dat we dus uptrending verder gaan en omhoog gaan. Als we uitzoomen, zie ik ook, en ik haal alles even weg, zie ik ook niet echt een reden om nu bullish te zijn. We worden eigenlijk niet mega hard afgewezen. Ja, we praten hier natuurlijk over een, van de top naar de prijs van nu, over een ruime $2000. Maar als we kijken waar we voorheen dips hadden gehad, dat we in één keer gewoon $10.000, $11.000 dropt in een paar dagen tijd. Zien we nu eigenlijk alleen maar continu richting die $50.000 gaan. En datzelfde zag je hier natuurlijk ook een beetje. Dus dat lijkt er wel een klein beetje op. Ik kan hem er even bij zetten. Dan even zien, waar stond hij hier? En dus dat is eigenlijk dit gedeelte. Zo. En dan is dit dus eigenlijk een beetje dit. Zo, een beetje uitrekken. Het is niet geheel hetzelfde, maar het lijkt redelijk op wat we nu aan het doen zijn. En je beukt hier ook continu voorheen hier aan de bovenkant en uiteindelijk brak je daar doorheen. Dus het zal me niet verbazen dat we een soortzelfde patroon gaan zien omhoog. Ja, het is zeker iets anders. Zetten we dit weg tegen bijvoorbeeld wat lijnen... dan kunnen we ook wel eens in een rising wedge
terechtkomen. En dat ziet er dan een beetje zo uit, maar die loopt nog verder door. Dus ik vind hem wat minder netjes. En waarin ik denk dat dit ja, wel eigenlijk je trendlijn nu is. Dus breek je deze en je sluit daaronder, ja, dan kan je een fake-out krijgen. Dus dit kan, hè, dat je de liquiditeit op zoek en dan hierin komt en dan verder omhoog gaat. Dat zien we vaker. Dan gaan we echt dalen. Dan zou voor mij de eerste lijn in het zand dit zijn. Zo rond die 38, 39k. Om vervolgens opnieuw te proberen die kant op. Alleen lijkt mij dat wat minder waarschijnlijk dan dit. Dit zou ook nog eventueel mogelijkheid kunnen zijn. Hier hebben we ook nog een trendlijn. Dus dat betekent dat Bitcoin misschien deze kant gaan halen. En ja, dat zou kunnen. En dan zoiets wellicht krijgen. Kan. Mijn gevoel zegt dat we daar niet naartoe gaan. Maar dat we echt ja, misschien nog een beetje zo gaan doen. En dan uiteindelijk die run omhoog maken. Dat zou mijn gut feeling nu zeggen. Of dat ik ernaast zit of niet, dat zullen we snel genoeg meemaken. Ik zit in ieder geval spot BTC. Geen reden om nu per se een nieuwe long te openen. Ja, wellicht op confirmatie dat we dit uitbreken. En dan zou dat eventueel kunnen. Goed, dus ja, wat betreft Bitcoin zou ik zeggen, ja, geen reden eigenlijk om, ja, om bearish te zijn. Ik kijk vooral omhoog. En ja, we zien ook dat als nu wat meer pijn lijden, ja, dat is niet zo gek, hè. Bitcoin corrigeert een klein beetje, dan schiet hij weer omhoog. Ja, als we deze knal gaan krijgen, ja, dat betekent dat altcoins wat harder gaan bloeden. En dat is op zich niet zo erg, want stel dat Bitcoin dan een beetje dit gaat doen. Hè, je kan alts dan wat cheaper opkopen, maar dat we dit gaan doen, ja, dan krijgen alts wat meer de ruimte. Dus dat is even afwachten. Ik ben benieuwd wat de rest van de week gaat doen voor Bitcoin. Ik denk dat daar veel van afhangt. Ik denk dat er ook veel van afhangt als we ergens een daily close boven 50k hebben. Ja, dan heb je in ieder geval daar om weer wat om terug te vallen. Als daar in ieder geval wat support kweken. Wat we nu wel doen is resistance testen. Dus dit gedeelte breken we hier doorheen. En komen we hier terug, dan zal dit wellicht opgevangen worden om een nieuwe run te maken. Ja, dus dat zal me niets verbazen. Nou, dus dat is even afwachten wat er nu gaat gebeuren. Maar ik zou zeggen, ja, we zijn nog steeds uptrending. Geen reden om bearish nu te zijn. Dus ben ik dat ook niet. Ja, de koers vertelt mij wat de kant is. En zet ik deze helemaal weg tegen een daychart. En ik zoom even compleet uit. Ja, zou ik geen reden hebben om nu per se bearish te zijn. Dit kan zomaar eens, ja, die kant op gaan. En wellicht dan ergens corrigeren. En dan nog hoger. Ja, Elliot Wave technisch. Zou zomaar kunnen zijn dat je, even kijken, dat je misschien wel dit doet. Je eerste run. Misschien dit. Tweede run. Je laatste run. En dan iets van een ABC. Bewijzen van 1, 2, 3, 4. Ja, misschien dat deze al iets lager komt. Zoiets. Wie zal het zeggen? En dus dat je dit krijgt. Even heel gechargeerd gezegd. En dan verder omhoog. Ja, wie zal het zeggen? Maar goed, zover is leuk om even te tekenen. Maar ja, even eigenlijk weinig nut, want daar zijn we niet. Ja, ik ben benieuwd wanneer we deze run gaan krijgen. Dus dit, correctie en misschien nog dit. Ja. Laten we het hopen. Zou mooi zijn. Dan zou Kerstmis ontzettend vroeg komen voor Bitcoin. Ja, dus dat is hetgene wat ik wilde melden omtrent deze video van Bitcoin. Nogmaals, vind je deze video's ontzettend leuk om te bekijken? Helpt het jou in jouw trading? Of in ieder geval jouw bias te bepalen? Druk dan even op blauwe duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En check zeker even onze gratis Telegram groep. Met bijna 1400 man er inmiddels in. Dus het gaat hard.
Check dat zeker. De link staat onderin de beschrijving van de video. En nogmaals, dankjewel voor het kijken. En ik zie je graag terug met de volgende video. Fijne avond en tot ziens. Ciao.